veel te lijnen. Het ganse team, maar vooral jij, forceert de finale met AC Genk. Het is natuurlijk heel leuk om 2 doelpunten te scoren, maar het is echt een teamverdienst. En we hebben er echt 95 minuten lang voor gevochten als een team. Zowel de 11 die gestart zijn, de invallers, de bankzitters, de staf, de supporters, echt iedereen. Iedereen stond er voor ons en we hebben het gewoon als ploeg afgemaakt en dat is vooral het belangrijkste. Het begin van de wedstrijd was heel moeilijk. Een fel opzettend Gent, lieten jullie niet de voetballen komen, daar hadden we het moeilijk mee. Ja, we weten dat Gent een heel voetballende ploeg is. En we wisten ook dat zij gingen druk zetten. En ja, de eerste helft komen wij er niet uit. Creëren wij ook geen kansen. En de tweede helft wisten we dat we daar meer moesten doen. En dan valt die gelijkmaker Marieten, dan krijgen we een penalty, dan valt die 3-2. En ja, dan ontploft het gewoon. We komen eigenlijk 0-2 achter. Dan had Gent al een penalty gemist. Wat gaat er dan in jullie om? Ja, toen dat ze die penalty misten, hadden wij wel de hoop van kom, zo snel die 1-2 maken en dan zien dat die gelijkmaker valt, dan proberen die winnende goal te maken. En dan voel je na de 1-2 dat de wedstrijd aan het kantelen is en dat eigenlijk Genk het heft in handen neemt. Ja, het is heel mooi dat we dit als ploeg kunnen waarmaken, zeker voor Genk de eerste keer bekerfinale. En we gaan er nu vol voor genieten en als team is het gewoon geweldig. Ja. Laatste vraagje, het publiek zette zich heel enthousiast achter het team, zeker bij de 1-2, de 2-2. Dat belooft dus voor de finale. Ja, supporters, dat is altijd een meerwaarde en dat geeft ons een extra boost. Dus supporters, kom zeker naar de bekerfinale om ons aan te moedigen. Dus. Oké, geniet ervan en proficiat nog met overwinning. Dankjewel.